Soms heb ik wel eens gedacht, ja, dat heb ik vaak gedacht eigenlijk. Het zijn gewoon die Nederlanders. Die zijn te eigenwijs om zich aan de maatregelen te houden. En daarom blijft Nederland maar in dat gedoe van de corona hangen. Maar, vrienden, ik denk daar nu toch eventjes anders over. Ja, het is gewoon kabinet Krukken. Het kabinet is gewoon de schuld, gewoon de grote schuldige van al dit geklooi. Ja, want ga nou even na, de afgelopen bij het begin van de corona. Toen kwam het kabinet veel te laat in actie. Toen liepen ze al de rouwstoeten, liepen allemaal dwars door de straten in Italië. En toen zat het kabinet nog vrolijk op zijn handen in Nederland. Dat valt om wel mee, dat zien we nog wel. Nou, en toen waren ze te laat. Nou, en daarna hebben ze nog eens een keertje van de zomer. Zijn ze ook weer lekker bezig geweest. Toen werden alle maatregelen werden ingetrokken. En toen, toen was het, ja sorry, we waren toch te vroeg. Verkeerde aannames en verkeerde inschattingen. En het is maar een gekruk. Het is inderdaad kabinet Krukken. Het is vreselijk. En toen waren ze ook nog eens een keer daarvoor. Gingen ze inenten en toen waren ze de laatste ongeveer van de hele wereld. Dat sloeg ook weer helemaal nergens op. Teststraten, dat was ook een chaos eerste klas. Daar kon je niet terecht of het materiaal was er niet. Of weet ik veel. Er was altijd wat. En nu ook weer, hè? Met kabinet Krukken. Want nu hebben ze ook weer te lang gewacht. Want die cijfers van die besmettingen, die liepen al een hele tijd op. Dat was al weken aan de gang. En het kabinet bleef maar weer keurig op die handjes zitten. Ja, lekker niks doen. Lekker afwachten. En alle experts, alle medici en iedereen paniek. En die riepen van, kom nou, doe nou wat. Want het loopt uit de hand. Nee, kabinetje, keurig op de handjes zitten. Ja, en intussen dat ze gewoon iets hadden gedaan aan de zorg, hè, dat ze dat gewoon hadden verbeterd met uitbreiding van bedden of met meer personeel. Nee, ook op de handjes zitten. Het schiet ook allemaal niet op. En nu komen ze dan veel te laat, komen ze weer met maatregelen. En die maatregelen, ja, die gaan pas over een paar weken gaan die werken. Ja, want zo zit het. En dus dan lopen al die ziekenhuizen lopen intussen ook weer vol. Ach. Het is ook wat. En nu komen ze met een maatregel. En dat verbijstert me dan het meeste. Dus ze leggen weer op het mondkapje. Ja, ik ben daarvoor, dat weten jullie. Dus dat is het probleem niet. Maar ze hebben de Nederlanders wel verteld, al die tijd, dat dat schijnveiligheid was. Ja, dat was die Diesel. Ja, en die Rutte, die papegaaide dat ook aan. Want die Rutte, ook zo'n slim Kees. Want die laat alle schuld steeds maar een beetje vallen zo bij die Hugo de Jonge. Maar Rutte, jij zelf, jij bent toch de baas van al dit gekruk. Jij moet je toch ook eens een keertje gaan schamen zo langzamerhand. Want jij hebt toen ook verteld, nee, dat mondkapje dat helpt niet. Dus Nederlanders die nemen dat dan nu toch ook niet aan, dat je dat oplegt. Die denken toch bij zichzelf, zoek het uit met je mondkapje. Zo zit het dan. En daarom is het zo'n slecht beleid. Nooit strakke maatregelen, nooit duidelijkheid geweest. En daar heeft Nederland nu enorm veel last van.